Hoi, wij zijn Iris, Carlijn en Indy en wij studeren tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij zijn met onze bachelorscriptie genomineerd voor de KNMT Sensordine Bachelorscriptie Award. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat het mogelijk is om bacteriën over te dragen aan iemand anders? Nou, uit de literatuur is gebleken dat het mogelijk is om parapathogene bacteriën van ouder op kind over te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door het delen van een lepel of het kussen van het kind op de mond. Door die vroege kolonisatie van parapathogene bacteriën bij het kind loopt het kind mogelijk een groter risico om op latere leeftijd parodontitis te ontwikkelen. En daarom hebben wij met onze bachelorscriptie onderzocht hoe bewust ouders er eigenlijk van zijn dat die mogelijkheid er is om die parapathogene bacteriën op hun kind over te dragen. Om dit te onderzoeken hebben we vragenlijsten afgenomen bij ouders, geworpen via consultatiebureaus in Groningen. Het ging om ouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar. De vragenlijsten bevatten zowel vragen over hun kennis over parodontitis en over hun gedrag met betrekking tot het overdragen van bacteriën. Uit de resultaten van ons onderzoek bleek dat er ruimte is voor verbetering bij de ouders wat betreft het kennisniveau en het mondhygiëne gedrag. Zo wist bijvoorbeeld het overgrote deel van de ouders niet dat het überhaupt mogelijk is om parapathogene bacteriën over te dragen van ouder op kind. Nou, wij hopen dat ouders in de toekomst bewuster gemaakt kunnen worden van de invloed die ze hebben op de mondgezondheid van hun eigen kinderen. Bijvoorbeeld door nieuw voorlichtingsmateriaal. Nou, vind jij, net als wij, dat kinderen vanaf het begin eigenlijk een goede mondgezondheid verdienen? Stem dan op ons!